Ja mensen, vandaag zijn we hier in het o zo mooie Frostlight. En jullie denken, wow, Frostlight, heb ik een oude video aangeklikt van jou? Nee mensen, we zijn terug in de tijd. Vandaag gaan we naar een historisch moment wat in mijn leven is gebeurd. Vandaag ga ik jullie vertellen over een gebouw wat nooit is afgeraakt, maar wel volledig was betaald mensen. Namelijk dit gebouw achter mij mensen, het hoofdkantoor van Time Company. Mijn company dat ik samen hostte met wat mensen, maar ik als groot eigenaar van Time Company wou samen met een hele goede vriend van mij een hoofdkantoor starten. Maar dat hoofdkantoor is nooit afgeraakt. Ik ga jullie er zo meteen meer over vertellen en ik ga jullie dat gebouw ook laten zien. Ik wil jullie natuurlijk even vragen om sowieso te abonneren op mijn kanaal, op JVV Idea en ook op mijn tweede kanaal Mindtopia Play. Zorg dat jullie dat zeker doen en zorg ook dat jullie een duimpje geven op deze video en zorg ook dat jullie het belletje aanzetten. En nog één ding, zorg ook eventjes dat je mijn Discord server joint. Link staat in de beschrijving en dan wil ik jullie nog één dingetje vragen, sorry daarvoor. Zorg ook eventjes dat jullie binnen 3 seconden liken mensen. Ik ga aftellen mensen, like binnen 3 seconden. 3, 2, 1, ik zeg, let's go. Ja mensen, hier zijn we dan in het o zo mooie Frostlight zoals ik jullie al zei. En hier zien jullie de historische woorden Time. Dit gebouw is ooit geplaatst, gedeeltelijk in Mindtopia. In Mindtopia op de map Gradle in de stad Frostlight. Mensen, het was helaas alleen maar gebouwd tot de onderkant, dus alleen tot de kelder. En ja, wat is de kelder? Een heel erg speciaal ding wat ik samen met de bouwer toen samen heb gemaakt. En samen met de mede-eigenaar die het voor de helft heeft betaald. Ik ga niet vertellen wie het was, want ik wil hem geen slechte naam geven, want hij is nog steeds een hele goede vriend van mij. Maar ik ga jullie vandaag het volledige verhaal vertellen hoe ik miljoenen ben kwijtgeraakt in Mindtopia. En ik ga jullie het gebouw laten zien wat wij toen hebben betaald voordat de speler op wie zijn naam dat eigenlijk stond, werd geband en het uiteindelijk nooit werd afgebouwd. Ja mensen, dit is namelijk het pand. En zoals jullie zien, hier heb je het normale stuk. Hier heb je bijvoorbeeld valkvoet en max kleding. De historisch gebouw ook. Maar ja mensen, zoals jullie zien, als we hier nu staan we hier en dan zien jullie een mooi gebouw met de woorden Time. Dat was dus de bedoeling dat dit ons hoofdgebouw werd. Waar mensen sollicitaties konden doen en ook waar mensen voedsel konden kopen. Als extra winkel. Dus de bedoeling was dat beneden een voedselwinkel ging komen. En ja, dat is ook wel redelijk mooi gelukt. Hier gingen normaal gezien alle prijzen opkomen. Ik heb dit gebouw zelf ook nog nooit gezien, mensen. Dus besef, ik heb enkel de onderkant meegebouwd. Alleen de kelder had ik meegebouwd. Maar al de rest is voornamelijk gebouwd door de bouwers, volgens mij. Want ik kan dit mij allemaal niet meer herinneren. Dus ik ben dit allemaal vergeten. Ik weet allemaal niet meer hoe het eruit ziet. Maar volgens mij heb ik de bovenkant niet allemaal zelf nog meegemaakt. Maar ik ga jullie vandaag alles vertellen mensen. Ik ga jullie eerst het gebouw laten zien en straks vertel ik jullie hoe het allemaal, ja, wat er allemaal gaande was dat dit gebouw uiteindelijk nooit is geplaatst, maar wel volledig was betaald mensen. Ja, de inkomen natuurlijk, Time, de bedoeling was er natuurlijk dat dit een foodshop werd zoals ik al zei en dat is redelijk mooi gelukt mensen. De onderkant is redelijk mooi gelukt, het is echt een heel mooi gebouw. Zeker voor die tijd, toen konden de bouwers nog niet mega goed bouwen zoals nu. Ik zeg niet dat dit slecht is gebouwd, maar de stijlen waren toen gewoon anders mensen. Ja, hier heb je dan gewoon een trap, hier kan je dan naar boven mensen en je hebt hier echt een enorm mooi uitzicht. Dat zal ik jullie zo meteen even laten zien. Hier heb je een soort van, ik denk dat we hier ooit misschien een advocatenkantoor waar we starten, want ja, hier is een soort van advocatending. Zelf weet ik dit echt niet meer, want het is enorm lang geleden dat ik dit gewoon allemaal ben vergeten. Maar dat is niet alles, het gaat hier nog naar boven mensen. Hier heb je gewoon nog een besprekingruimte voor natuurlijk met alle CEO's die bij ons werkten, de medewerkers die bij ons werkten, om daar allemaal gesprekken mee te hebben. Hier kwamen dan van die mooie armorstands. En ja mensen, jullie zien het goed. Het was echt gewoon bij de bus waar iedereen op uitkwam. Iedereen die naar Gradle kwam, spawnde hier. Dus daarom dat we dit plot uiteindelijk hebben gekocht, wat heel erg duur was. Want Frostlight plots waren echt het oude Malibu soort van. Dat waren echt enorm dure plots. Hier heb je een mooi kantoortje met weer natuurlijk armorsens en een enorm leuk uitzicht. Jullie zien natuurlijk nu sommige gebouwen een beetje vliegen, zoals de Unique die toen vernield werd. Dat komt omdat dit natuurlijk de bouwserver is. Die map hebben ze heel moeilijk kunnen vinden natuurlijk. Om ja, een map te vinden zonder bouwserver dinges. Dus daarom dat jullie soms een beetje van die vliegende gebouwen zien. Maar zoals jullie zien, leuke kantoortjes. Een gekke kluis mensen, ik breek het gewoon even. Een gekke kluis voor natuurlijk alle doekoes in te steken. Ja mensen, jullie horen het goed. Hier kwam natuurlijk het geld in. Wat uiteindelijk nooit is gebeurd. De bedoeling was dat daar het geld in kwam. Hier weer al een kantoortje voor een beetje van de opperbaas. Zoals natuurlijk fullscreen, Time4All bijvoorbeeld. En natuurlijk JVV Idea. Ik was de grote CEO.
In Time for All ook, was ook de grote CEO toen. En Fullscreen kwam er uiteindelijk bij als grote CEO die een beetje mee ging investeren. We werden goede vrienden. Voornamelijk een beetje leuke kantoorruimtes. Het is niet mega groot zoals jullie zien, maar het is wel, voor die tijd was het echt wel een gek pand en een zeer duur pand. Want ja, mensen hadden toen echt nog niet 37 miljoen wat ik ooit had gehad. Want mijn hoogste bedrag wat ik ooit had was 37 miljoen. Dat hadden mensen nog niet. Dus de gebouwen waren toen ook wat goedkoper om te bouwen. Nu zou je echt voor dit pand enorm veel geld kwijt zijn. Maar toen viel het eigenlijk nog mee. Maar toen was er ook gewoon minder geld in game. En ik zal het even via buiten laten zien, mensen. Dit pand, ja, dat is echt... Ik kan jou veel zeggen, maar dat is echt wel een groot plot was dat. Dat was volgens mij een van de grootste plots die je hier had. Hier in het begin, kijk, dat is ook echt het grootste plot. En uiteindelijk heb ik dit plot er ook nog bij de natuurrampen bijgekocht. Voor echt weinig geld. En daar heb ik enorm veel winst op gemaakt. Omdat ik die toen meteen aan de gemeente heb verkocht. Voor veel meer geld. Dus daar had ik echt een paar honderd k winst op. Wat ik even vermelden. Maar ja mensen. De reden dat dit nooit is gebouwd. Is omdat de speler op wie zijn naam dat stond. Want het stond niet op mijn naam. Is geband. We hadden het 50-50 betaald. Maar hij was geband. En hij had nog meerdere plots van mij op naam. Heb ik ook ooit verteld in een video. Ik ga niet vertellen op wie zijn naam dat stond. Want ja, dan wil ik gewoon. Die persoon is echt nog een goede vriend van mij, mensen. Ik heb nu wel een beetje lijk. Dat komt omdat hier enorm veel armoscents ingeladen worden. Maar ik zal jullie even vertellen welke plots allemaal op zijn naam stonden. Ik heb een vermoeden dat dit plot op zijn naam stond, maar dat weet ik niet zeker. Het zou kunnen dat dit niet op zijn naam stond. Het zou kunnen dat dat nog op mijn naam stond. Natuurlijk, dit plot stond altijd op mijn naam. Dit plot stond op zijn naam. Dat is helaas toen ingenomen. Dat plot stond ook op zijn naam. En nog een plot volgens mij in het begin van de, alleen op het einde van de hoofdweg. Daar gaan we nu eventjes naartoe mensen om te laten zien welk plot ook nog op zijn naam stond. En mensen, dit plot stond ook nog op zijn naam. Dat was een Voice of Holland. Dat plot had ik ooit gekocht, maar ik had natuurlijk te veel plots, dus ik moest het op verschillende mensen hun naam zetten. En dat was echt gewoon op een super locatie, namelijk hier. Hier was namelijk ook een bus, dus dat was eigenlijk echt dus de hoofdweg van de ene plek naar de andere plek. Dus dat was ook een heel goede plek. Maar de beste plek was natuurlijk de plek waar wij al onze winkels hadden. Een zeer, zeer goede plek. En die plots werden voor heel erg veel geld verkocht. En voor de mensen die andere video's van mij nog niet hebben gezien, dit plot was ook ooit van mij. Het VDM Inkgebouw. Ik heb dat toen niet zelf laten bouwen, maar uiteindelijk had ik het wel overgekocht van die persoon. Volgens mij was dat toen van VDM, Dennis VDM, dat ik dat had overgekocht. En ja, dat stond toen op Patrol YouTube zijn naam. Daar hadden we namelijk samen overgekocht, want wij waren namelijk de zakenpartners. Maar ja mensen, dat gebouw laat ik jullie binnenkort nog eens zien op Mytopia Place. Want alle gebouwen die hier staan, die ooit van mij zijn geweest, laat ik sowieso nog zien op mijn tweede kanaal, Mytopia Place. Dus hou dat kanaal zeker goed in de gaten. Ja mensen, ik hoop dat ik jullie een beetje meer heb kunnen vertellen over dit gebouw. Het gebouw wat er nooit is gekomen. Ik ben zelf blij dat ik het zelf uiteindelijk volledig heb kunnen zien hoe het er uiteindelijk zou uitgezien hebben als het volledig was geplaatst. En dan denk ik echt van, oh my god, ik vind het zo jammer dat het uiteindelijk nooit is geplaatst. Maar ja, uiteindelijk kwamen ook de natuurrampen eraan en al die dingen. Dus uiteindelijk was het toch weg geweest, maar ik had het gewoon echt graag even in levende lijven gezien, dat iedereen het ook kon zien, alle spelers het konden zien, want mensen, ik was echt de grootste winkeleigenaar van Gradle en misschien zelfs van heel Mytopia als je het volledig bekijkt. Natuurlijk IJsselterror, etc. Die waren ook heel groot, maar als je het kijkt in de hoeveelheid winkels, in de grootte van de winkels, dat ik wel de grootste winkeleigenaar ooit ben geweest. Misschien niet de succesvolste, maar ik heb er wel echt miljoenen mee verdiend. En ja, ik ben echt enorm blij. Helaas werd Gradle uiteindelijk inactief, waardoor ja, heel weinig mensen in Gradle nog waren. Maar alsnog kwamen heel veel mensen bij ons winkelen. Dus uiteindelijk maakten we er echt wel miljoenen mee. Ook al was de stad niet zo actief als Rolandia, waar natuurlijk IJsselterror de beste plek had van allemaal. IJsselterror had daar ook enorm veel winkels. Misschien wel kleinere winkels, maar die winkels zetten ja, veel meer geld om, omdat daar gewoon echt enorm druk was. Als je een grote winkel hebt, wil dat niet zeggen dat je meer verkoopt mensen. Maar ja, ik vond het echt super leuk om zo'n groot imperium op te bouwen van Time. Uiteindelijk is Time nu niks meer eigenlijk. Time is een... In Mytopia, hoe het er nu uitziet, is Time er eigenlijk niet meer. Ik heb nog een Time Apartments en ik had nog Food Time, maar ja, dat is helaas gestopt omdat ik daar geen KWK meer mocht hebben. Maar ja, dat was wel, ik vond het wel leuk om even te vertellen. Dus deze plots waren allebei ooit een deels eigendom van mij. Dit was voor de helft van mij en dat was volledig van mij, maar dat heb ik toen meteen verkocht. Omdat ik zag, Ching Ching, de persoon had namelijk geld nodig en hij kon niet wachten
tot de gemeente terug geld had om het uit te kopen. En toen heb ik het gewoon overgekocht en echt een gek bedrag voor gekregen. Dus ja, daar heb ik echt lekker veel geld voor gekregen. Dus dat was een lekker super mooi. Dus mensen, als jullie graag mijn oude gebouwen volledig willen zien, check dan zeker mijn Topia Place, want ik ga de komende maanden, de komende tijden nog heel erg veel video's daarover uploaden, over het oude Gredo. Dus wil jij een beetje oude plot zien, zoals misschien de oude Unique, laat dan zeker weten, want wie weet ga ik het ook echt nog bekijken op mijn kanaal. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video, mensen. Ik hoop het echt oprecht. Ik vond het superleuk om natuurlijk dit gebouw ook eens te bekijken. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal later terug bij een nieuwe video. Duimpje omhoog en zet ook eventjes het belletje aan. En volg mij op social media. Later!